Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van dinsdag 31 januari van Weerplaza. Op de satellietfoto zien we overwegend veel laaghangende bewolking boven Nederland. Daar hebben we vanochtend mee te maken. Het is grijs, maar droog en de temperatuur ligt tussen de 2 en de 4 graden. En de wind is zwak. In de loop van de dag zoekt de wind de oosthoek op, maar er komt niet meer dan windkracht 3 te staan. De temperatuur loopt op naar 4 tot 6 graden. En mogelijk dat ergens de zon eventjes doorbreekt. Maar het wolkendek blijft vanavond ook veelal gesloten. En de temperatuur daalt vanavond naar 1 tot 2 graden. In het oosten misschien tot rond het vriespunt. En morgen zien we ook veel wolken. Misschien in het noordoosten eerst nog een streepje zon. En van het zuidwesten uit gaat het af en toe even regenen. Het wordt wel zacht met 5 tot 10 graden. En de wind neemt toe vanuit het zuidoosten. Op donderdag valt er ook een beetje regen, maar dan is het uitermate zacht met 10 tot 12 graden. Ook op vrijdag hele hoge temperaturen voor de tijd van het jaar, 12 graden. In het weekend gaat het harder waaien, maar het blijft aan de zachte kant. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.nl.